Meestal zit er in de gemeente eigenlijk alleen maar volwassenen. En als er ook iemand, een kind eigenlijk in de gemeente zit, dan houdt de gemeente ook rekening met de kinderen. Het zou wel superleuk zijn als er in elke gemeente een kinderburgemeester was of een kinderlokenburgemeester. Want het is heel handig dat kinderen ook een stem hebben in de gemeente en dat er ook geluisterd wordt naar kinderen. Ik vind het ook goed dat we bij elkaar zijn gekomen en ik vind ook dat we vaker bij elkaar moeten komen. Je leert andere kinderburgemeesters kennen van de andere kant van Nederland en zo. En dat is heel interessant. Er wonen best wel veel kinderen bij ons in de gemeente. En als er dan echt helemaal niemand is die ideeën heeft voor kinderen, dan zou het toch alleen maar slechter gaan eigenlijk. Kinderen die denken anders dan volwassenen. Die hebben meestal andere meningen dan volwassenen. En die gebruiken niet zulke dure woorden. Alle kinderen kunnen naar mij toe komen en allemaal ideeën vertellen of allemaal verhalen wat ze bijvoorbeeld beter in hun stad willen. En dan kan ik het doorvertellen als het een goed idee is, doorvertellen aan de gemeente. En dan kunnen ze misschien als het een probleem is oplossen. In de volgende vergadering hebben we een plan gaan we uitvoeren. En daar krijgen we een budget voor en die mogen we dan uit gaan voeren. Ik ben tegen roken bij kinderen in de buurt. En daar zijn we nu mee bezig bij sportverenigingen en bij scholen. Een meisje kwam met het idee om een groepsapp te beginnen. En dat doen we dan ook meteen, zodat je als je een idee hebt, dat je dat in die groepsapp kan zetten. Wat ook een idee is voor wat Nederland kan veranderen. Volwassenen die leven zeg maar nu in de wereld en die mogen van alles bepalen. Maar als zij later groot zijn en ze wonen in een bejaardentehuis, dan wonen wij in die wereld. En dan wonen wij in zeg maar wat zij hebben gemaakt. Het is wel belangrijk dat ze naar kinderen luisteren, want als ze dat niet zouden doen, zouden er heel veel ongelukkige kinderen zijn in Aalsmeer. Dus, en in de rest van Nederland.